Goedemiddag fans van de Lotto Jumbo wielrenploeg en uh, wielrenliefhebbers in het algemeen. Ik ben Michiel Severin, meetje geloof van Weerplaza. En ik praat jullie even bij over het weerbericht tijdens deze koers. Want zonder het weer het draait de wereld uiteraard niet door. We leveren dagelijks het weerbericht aan de ploeg, zowel aan de schaatsers als aan de wielrenners. En uh, dat doen we via een app. Uh, daarmee kunnen de wielrenners uh, altijd bekijken hoe het weer tijdens de etappe zal zijn. Je ziet hier de koersen voor de komende tijd. De ronde van Baskeland is gisteren geëindigd. Vandaag dus Parijs-Roubaix. En er zitten ook hele mooie wedstrijden aan te komen de komende tijd. Simpel inloggen door de wielrenner. Even kijken wat het weer is voor die dag. En dan weten ze precies wat ze onderweg tegen kunnen komen. En wat komen we dan vandaag tegen? Nou, het was vanochtend nog behoorlijk koud. In het westen van Frankrijk lag de temperatuur zelfs dicht bij het Vriespunt. Maar daar hebben we natuurlijk geen last van. De koers is inmiddels mooi onderweg en de temperaturen zijn weer lekker aan het oplopen. Allerbelangrijkste vandaag is de wind. In combinatie met de situatie op de kasseienstroken. Nou, op dat linkerkaartje zie je de windkracht aan het einde van de middag. Dan zie je dat de pijlen van rechtsonder naar linksboven gaan. Oftewel, we hebben te maken met een zuidoostelijke stroming. Die voert droge lucht aan. We hebben dus geen regen. En uh, de kasseienstroken zullen dus ook droog zijn. Zal dus behoorlijk stuiven misschien hier en daar. Windkracht, windkracht 3A4 uit het zuidoosten. Dat betekent dat ze op het laatste stukje de wind grotendeels in de rug hebben. En aan de rechterzijde zie je de gedetailleerde weersverwachting voor Roubaix. Dat zien de wielrenners ook. Die hebben ze vanochtend in de app kunnen bekijken. Nou, voor de hele middag een wolkje met een zonnetje, droge omstandigheden, van tijd tot tijd zon erbij. En daarboven zien we dan temperaturen die oplopen tot uiteindelijk 14 graden. Je ziet ook een aantal windchill temperaturen en die gaan uit van een bepaalde windsnelheid van de wielrenner. Nou in dit geval zal het tempo hooguit rond de 40 km per uur komen. En dan is het aan het einde van de dag geen 14 graden, maar voelt het aan als 10 graden. Niks bijzonders, hoef je geen voorbereidingen voor te nemen. Maar in een bergafdaling kan de windsnelheid wel een behoorlijke rol spelen... Of beter zeggen de afdaalsnelheid, dan voelt het veel kouder aan en moet je voorzorgsmaatregelen nemen. Geld vandaag in ieder geval niet. De wind is uit het zuidoosten aan het einde van de dag windkracht 3A4. En als we het over de hele route bekijken, dan uh, zie je dat de temperaturen zo rond de 13 à 14 graden liggen, en dat die windkracht eigenlijk vrij gelijkmatig verdeeld is, steeds uit het zuidoosten en het laatste stukje dus grotendeels in de rug. Alleen als we dicht bij Roubaix komen, dan begint alles een beetje te draaien. Van tijd tot tijd zon, ook een paar wolkenvelden. Maar de kans op regen is erg klein. Al met al zal het weer, denk ik, vandaag een beperkte rol spelen. De situatie is over de hele route min of meer gelijk. En ook op de kasseienstroken verwacht ik geen bijzonderheden die door het weer in ieder geval veroorzaakt zijn. Ik wens de ploeg heel veel succes. Ik hoop dat Sepp van Marken of een ander uit de ploeg er vandaag gaat winnen. Ik wens jullie allemaal heel veel plezier. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.